Ook in Almelo worden vrouwen op straat lastiggevallen, jonge meisjes op straat lastiggevallen. Hoe worden ze lastiggevallen bijvoorbeeld? Nou, ik heb dus een situatie op Facebook gelezen van een papa die boos was. En dat was hier in de binnenstad. De politie was bezig een groep jongeren ook uit elkaar te halen die kennelijk daar thuis hield. Maar tegelijkertijd liep daar twee jonge meisjes en een van die meisjes werd lastiggevallen. En toen ze zei dat ze er niet van gediend was, kreeg ze een klap. Zo. Ja, van die jongens? Van een van die jongens. Hm. En dat is dus precies en ze werd uitgemaakt voor hoer, als ik het goed begrepen had. En nou ja, ik bedoel, dit is gewoon niet hoe wij met elkaar omgaan. En dit zijn dus meisjes, wat ik begrepen had, in de leeftijd van 13, 16 jaar. En nou, dit is natuurlijk schokkend. En op dat moment ga je zelfs afvragen, gaat dit uit de hand lopen? Want zo'n jongen, dat zag je dus ook met dat meisje. Wanneer je dus aangeeft dat er niet van gediend wordt, ontstaat er vaak ook nog agressie. Tja. Ja, dus in die zin is het ook, maar niet alleen ik en niet alleen de berichten op Facebook. Ik heb er ook gewoon navraag gedaan en gebleken is dat gewoon meer vrouwen in Almelo, jong en ouder, hier last van hebben. En dan maak ik me met name zorgen om de jongere meisjes. Omdat, die hebben nog niet zoveel van de wereld meegemaakt. Precies, die zijn minder weerbaarder. En dit mag ook niet de norm worden. En ik heb dus ook een onderzoek in Arnhem aangehaald. En daar bleek dus ook dat 63% van de vrouwen daar last van had. En dat het zelfs al begon op de basisschool in de laatste groepen. Dat die meisjes hier al mee geconfronteerd worden. En dat mag nooit. Dit mag niet de norm worden. En je ziet dus dat heel veel vrouwen. Maar er bleek ook dat 20% van de mannen last ervan vallen. Vergeet niet, het is een maatschappelijk probleem. Het is in principe voornamelijk overkomt het vrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen vrouwen overkomt. Even een tussenvraag tussendoor hoor. Natuurlijk. Wordt uw motie ook ondersteund door meerdere partijen? Nou ja, dat is dus net het mooie. De burgemeester heeft net aangegeven dat hij de doel en strekking van de motie kan aanvaarden. En dat hij dat omarmt eigenlijk. Zo ervaar ik dat. En nou ja, hij had het over een kleine volgorde die hij wilde omgooien. Maar dat ging er mij niet om. Het ging mij erom. Het is een lastig probleem. Het is een maatschappelijk probleem. En dat hij dus in overleg treedt met de juiste instanties van. Ik heb eens gevraagd om een plan van aanpak. En hoe kunnen we dit aanpakken? En omdat het ook een landelijk probleem is. En is dit ook toegezegd? Ja, ik begrijp dat het is toegezegd. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het goed is ontvangen. En belangrijk is dus ook met andere gemeenten in overleg te treden. Van hoe kunnen we dit aanpakken? Wat zijn mogelijke oplossingen? En het gaat er niet om dat ik nu een pasklaar plan gelijk stand-up even wacht. Maar dat er wel naar gekeken wordt. Dat het gesignaleerd wordt. En dat het in Almelo serieus wordt opgepakt. En die intentie proefde ik vanmiddag bij onze burgemeester. En dat past ook in het... de visie die ik bij hem heb. Want het is natuurlijk ook een burgemeester die een beetje, zeg maar, zero-tolerant voor ogen staat. En dus daar ben ik erg blij mee. Nou, dus hij heeft mij conform verwachtingen gereageerd. Nou, dat doet me deugd, mevrouw. Ja. Dank u wel. Oké, dank u wel.